Het NAC Museum tentoonstelt vanaf 20 februari een wel heel bijzonder trofee. NAC-fans kunnen hier het gouden horloge bewonderen dat de speler Fanny Petit in 1921 kreeg ter ere van het landskampioenschap. Het horloge is nu in bezit van de kleinzoon van deze speler, die de trofee graag uitleent aan het museum. Het is de Bredase voetbalclub sinds 1921 niet meer gelukt om de landstitel te veroveren.